De fietsstraat van noord naar zuid door Os kennen we al een paar jaar. En nu is ook het groene licht gegeven voor een fietsroute die loopt van oost naar west. In de fietsnota 2005 werd er al over gesproken en dit jaar kan er dan eindelijk een begin mee worden gemaakt. De tweede fietsstraat is volgens wethouder De Bruin zeker op zijn plaats. Nou, het blijkt gewoon ook in Os dat heel veel mensen zich toch verplaatsen met de fiets. Nou ja, op zich is dat natuurlijk ook een hele duurzame manier van je verplaatsen en een gezonde manier van verplaatsen. En het blijkt wel dat zo'n fietsstraat, waar in feite gewoon zeg maar de fietsers, de hoofdverkeersdeelnemers zijn en bijvoorbeeld de auto's te gast, dat daar gewoon ook heel veel gebruik van gemaakt wordt door fietsers, omdat het gewoon prettig fietst. Het is duidelijk, de routes zijn duidelijk aangegeven en het is ook vooral comfortabel fietsen, omdat het zeg maar in feite gewoon met asfalt ook een vrij gemakkelijk te befietsen route is. De Oost-Westroute loopt vanaf de rotonde Het Woud dwars door Os via Berchem naar Ravenstein. De afgelopen jaar is onderzocht hoe de route het best kon lopen. Waar is er dan vooral op gelet? Fietsverbindingen zijn vooral inderdaad veel mogelijk in een rechte lijn. Dus er moet zo min mogelijk langs allerlei omwegen gaan. Want dan gaan fietsers er geen gebruik van maken. En verder hebben we natuurlijk ook gekeken van daar waar hij bijvoorbeeld belangrijke voorzieningen aan doet. Dus niet alleen Os met Ravenstein verbinden. Maar bijvoorbeeld ook in de Kom Os kijken. Daarvan worden bijvoorbeeld inderdaad de scholen verbonden in zo'n fietsroute. Hè. Dus waar verwacht je inderdaad de meeste fietsers om daar ook naar te kijken. Om daar die fietsroute ook langs te leggen. Sinds de plannen in 2005 werden opgestart, is het er economisch gezien niet beter op geworden. De uiteindelijke fietsroute wordt dan ook goedkoper en dus soberder uitgevoerd dan aanvankelijk gepland. De totale kosten komen uit op 2,6 miljoen euro. Het is inderdaad soberder geworden om inderdaad wat kosten te kunnen besparen. Daar waar bijvoorbeeld aanvankelijk gedacht was om bijvoorbeeld om bepaalde trajecten dus een helemaal vrijliggend fietspad te maken, hebben we nu gezegd van nou, daar waar dat niet beslist noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat er toch relatief weinig autoverkeer is, hoe kun je dan die fietspad dan toch bijvoorbeeld gescheiden van de rijbaan maken, zodat die fiets daar veilig kan fietsen, maar dan toch niet met die hele dure oplossing van een vrijliggend fietspad waarvoor we bijvoorbeeld ook gronden moesten aankopen. Nou, dat doen we dan nu dus niet, maar we zorgen dan bijvoorbeeld wel dat via middengeleide dat het fietspad toch wel vrij komt te liggen. Uit kostenoogpunt wordt niet de hele fietsroute in één keer aangelegd. Er wordt als eerste gewerkt langs wegen waar al andere werkzaamheden gepland staan. Dit jaar gaat de gemeente in ieder geval aan de slag in de Verdistraat, de Spaanderstraat en de kruising Kloosterstraat-Industrielaan. In 2015 moet het hele project zijn afgerond.